jij nou? Welkom bij Wat maak jij nou? Het wekelijkse AT5-programma over de programmamakers van Salto, de publieke omroep van Amsterdam. Voor deze aflevering bezocht ik Willem de Ridder, de grote man achter het interviewprogramma WDRO. Willem is net zo veelzijdig als de gasten in zijn programma. Zo was hij medeoprichter van Paradiso, radiomaker, tijdschriftenmaker, verhalenverteller, fluxuskunstenaar, interviewer. Maar bovenal is Willem een levensgoeroe. Nou, seks geëxplodeerd. En nog steeds. Het is waanzinnig populair. Het werkt als een trein. Ik ben al heel lang geleden ben ik al bij Salto terechtgekomen. Ik had dus ervaring met Hilversum. En ik was zo moe van al dat vergaderen en die scripts en het voorbereiden. Dat wilde ik niet. Ik wilde spelen. Ik wilde gewoon, ja, stromen. Want als ik helemaal ergens in zit, zit jij als kijker er ook in. Zo simpel is het. De vader, toen die dat hoorde van zijn zoon, zei hij, nooit en te nimmer. Op een gegeven moment ben ik verhalen gaan vertellen, sprookjes. Dan zette ik een camera zelf aan. Moet je voorstellen, geen enkele cameraman. En dan ging ik zitten en vertelde ik 2 uur lang een verhaal. Weet je hoeveel mensen er kijken in Amsterdam? Meer dan 250.000. Ja, verdomd. Hier, kijk. Kijk. Oh, oh. Ja, een mooitje. Hè? Huh? Wat een grillseeker of zo, wat je daar hebt. Ja. Ja, dat lijkt wel een grillseeker, of niet? Ja. Ja. Nou, ik weet het niet. Wat is een grillseeker? Op een gegeven moment ben ik begonnen met interviews waar ik naar iemand anders een verhaal luister. Hè, zonder voorbereiding beginnen we vooraan. Waar ben je geboren? Hè, wat deed je vader? Mijn vader was meubelmaker, stoffeerder en poppendokter. Poppendokter? Hij maakte poppen? Hij repareerde poppen, ja, poppen, ja. Nou jongen, die mensen die merken dat er naar ze geluisterd wordt. Dus als ik hem iemand ga interviewen, neem ik hem helemaal, totaal serieus. En ik ga geen kritiek uitoefenen. Hersenen moet je uitschakelen. Juist. En er zit hier een lijn zo naar boven. Ja. En er zijn een heleboel mensen die zich ongelukkig voelen, want die hebben die lijn doorgeknipt. Doorgeknipt, ja. Ja. Als ik naar verhalen vertel en luister, die er helemaal in zit, verdwijn ik. Zit ik helemaal te genieten. Als ik naar een man moet luisteren of een vrouw die het verhaal van buiten geleerd heeft en aan het declameren is. Dat voel je. Dat voel je lekker. Als het voor jou echt is, is het voor de ander echt. En je kan niet net doen alsof. En jammer genoeg bij heel veel televisie doen ze veel te veel hun best. Dan zie ik gewoon van, hi, vanavond gaan wij een speciale uitzending verzorgen. Zeven voor keer dat? Verschrikkelijk. U kijkt, dames en heren, op dit moment naar de WDRO-TV. We zijn doodsbang om af te gaan. Om raar te zijn. Om niet serieus genomen te worden. Om te mislukken. Ik had er ook wel last van. Tot ik ontdekte dat mensen je niet eens kunnen zien. Jij kunt mij niet zien. Absoluut niet. Wat jij hier ziet is jouw idee. En degene die naast je zit, of die elders zit te kijken, ziet iets volkomen anders. En je kunt niet in zijn of haar kop kruipen om te kijken wat je hier ziet. Jij creëert mij. Deze ogen zijn de enige zichtbare stukjes hersens. En er vallen lichtdeeltjes op. En de beelden worden hier gemaakt, niet daar, hier. Want als je vanavond naar bed gaat en je doet je ogen dicht, zie je ook beelden. Of niet soms. En denk je ook dat het waar is. Tot je wakker wordt. En denk je, oh, het was maar een droom. Ieder mens is een groot kunstenaar. Gebruik het. Je merkt eigenlijk dat je over een enorme macht beschikt. Op het moment dat je hier iets verandert, verandert het daar. Er is geen daar. Jij creëert de wereld naar jouw beeld en gelijkenis.